Amador Overcooked 2. Was het met de E3 natuurlijk ineens zomaar aangekondigd op de Nintendo persconferentie. Wel, hey, Overcooked 2 komt eraan op Switch, maar ook gewoon alle andere platformen. Team 17 en Ghost Town Games zijn terug met misschien wel een van de beste party games formules van de afgelopen, laten we gewoon zeggen, hel, 10 jaar. Overcooked 2 borduurt voort op wat Overcooked 1 natuurlijk zo leuk maakte. Hoe is dit tweede deel? Stressvol. Ja, precies zoals ik het wil. Nou, nee, Overcooked 2 is eigenlijk gewoon een het voelt gewoon eigenlijk als een uitbreiding op 1. Op de beste manier dat ik het kan zeggen. Het is niet dat het een of andere onaf product is wat een beetje wat erbij moet worden. Het is gewoon echt een encore eigenlijk gewoon. Een toegift. Hoe noemen we dat altijd? Een amuse? Nee, dat ding juist uit een aperitief? Nee, dat ding daarna. Een dessert. Een extra gang. Ja, gewoon een extra gang. Een extra gang. Nee, het is echt heel erg vet weer. Het is gewoon hetzelfde wat we ervan kennen. Je gaat weer, het is weer een partygame natuurlijk. Je kan met 1 tot 4 spelers, het liefst 2 of meer, want in je eentje is niet zo leuk. Nee. Dat kennen we van deel 1. Precies. Dat gaan we een keuken in en daar moet je koken. Met z'n allen. Met z'n allen. En dat, over het algemeen klinkt dat niet zo heel moeilijk. Maar Overcooked bewijst anders. Overcooked bewijst anders. De keukens zijn natuurlijk ontzettend raar. Alles begint te bewegen. Of er zijn beesten die je spullen afpakken onderweg en zo. En samenwerking is dus heel belangrijk. Ja. En dat maakt de game zo leuk. Maar dat kennen we van deel 1. Jij zegt dit voelt als een uitbreiding, maar dan weer niet echt als een Overcooked 1.5 of zo. Wat is nou allemaal nieuw? Hoe gaan ze die keuken en hoe gaan ze die co-op gameplay interessanter maken? Ja, verhaaltechnisch maakt het allemaal niet zoveel uit. Want dat is gewoon een verhaal. Een heel klein verhaaltje wat wel grappig is. Want er zijn nou de Unbred in plaats van de Undead. Nice. Zij maken ook heel veel punts in de game. Dus Lovely. Je moet er wel tegen kunnen. Ja. Maar de Onion King dacht een recept te hebben voor een lekker vers gebakken brood. Maar tijdens het herreizen. Nice. Bleek Raising dat hij, the bread! Zo ging het ook echt. Oh, ja. Nice. Bleek dat hij het toverboek had en het kasteel werd aangevallen door allemaal ondooie, beschimmelde boterhammetjes en zo. Dit klinkt al als een beter verhaal dan deel 1. Ja, het is wel heel erg grappig opgezet. Maar uiteindelijk hebben ze honger. Gelukkig niet in mensenvlees of Onion Kings, maar in gewoon goede gerechten. Dus jij moet dan de wijde wereld in en gerechten leren en samenwerking leren. En dan ga je dus al die levels door. En het verschil met deel 1 is dat deel 1 had heel erg per level zo'n thema waar ze aan vasthielden. Of je zat een hele wereld aan ijs vast of een hele wereld aan lava. Of was er eentje met die met de duisternis speelde en een andere met schommelen en met trucks. En hier is elke wereld is een beetje van alles wat. Waardoor het wat afwisselender voelt die hele reis door de wereld. Je hebt ook iets meer levels. Het is 6 werelden met allemaal 6 levels erin. Mm. En sommige levels zijn ook wat complexer en die duren wat langer. Je hebt bijvoorbeeld dat er verschillende steetjes zijn. In een van de eerste wereld begin je op een luchtballon te koken. Mm. En halverwege stort die neer, waardoor je in een echte keuken terechtkomt. En dan komt er een gerecht bij. Oh. En is de hele keuken ook veranderd. Dus moet je on the go gewoon in één keer je tactiek omgooien, omdat de keuken er in één keer anders uitziet. Kijk, dat zijn echt nieuwe dingetjes. Dat zijn echt dingen die we niet in het eerste deel zagen. Dat was het gewoon, je start een level, dat is de keuken, dat is klaar, weet je wel. Er gebeurt natuurlijk wel het een en ander met verschuiven en zaken. Maar het is niet alsof het level echt daadwerkelijk compleet aanpast op die manier. Het is een beetje multistage. En dat zijn er maar een paar die het doen, maar dat zijn wel vaak degene waar de uitdaging het hoogste is. Want je moet in één keer omschakelen. Van, shit, alle snijplanken staan ergens anders. En we hebben nu dit niet meer of dat niet meer. Ja, en er is een gerecht bijgekomen en dat soort dingen. Dus dat maakt het wel heel leuk. Alleen maar chaos natuurlijk, maar dat is wel wat Overcooked 1 naar mijn idee ook zo sterk maakte. Was gewoon echt de chaos en boos worden op je vrienden of je familie of je vriendin inderdaad. Nee, ik heb hetzelfde gehad en op stream met Wester. Ik bedoel, juist de chaos en de paniek is wat Overcooked leuk maakt. Dat maakt het echt sterk. Ja. Ik heb de geschreven review staat online. Maar ik heb de hele review is mede mogelijk gemaakt door mijn vriendin, want wij hebben met z'n tweeën helemaal uitgespeeld. Netjes. Ook alle levels 3 sterren trouwens. Oké, hey, beat him. Ja, dus, maar dat is leuk, de communicatie, af en toe een beetje boos worden op elkaar. Dat helpt God, ook, hè? Schiet eens op met die tomaten, we moeten snel soep maken, het duurt allemaal te lang. Een beetje de Gordon Ramsay in je channelen, dat kan echt gewoon heel helpen met het team. Maar het is leuk en het is gewoon echt ontzettend vet, die chaos. En dat hebben ze gewoon leuk gedaan. Het spel werkt gewoon nog steeds perfect. Ze hebben één ding erbij gedaan. Weet je, je kan ook met producten gooien. Ja.
Dat, dat zagen we inderdaad al in de trailers, dus je hoeft het niet meer neer te zetten, maar je kan ook gewoon iets over een afgrond gooien. Wel alleen de rauwe producten en de gesneden producten gebakken. Niet een complete hamburger. Nee, dat kan niet. Nou, jammer. Maar daardoor hebben ze wel kunnen spelen met het level design, waardoor je dus nu ook gewoon aparte platformen hebt waar je vast zit, waardoor je dus constant dingen naar elkaar moet gooien. En die platformen die wisselen weer. Exact. Dus ze hebben daardoor ook wat meer afwisseling kunnen doen in de level zelf. Er zijn ook wat meer characters bijgekomen. Er zit bijvoorbeeld, voor mij is dat pre-order bonus, maar ik heb gewoon losgekocht. Een of andere echt hippe eenhoorn met een zonnebril. Echt fantastisch. Stylish. Ja, nog steeds een gehandicapte wasbeer in een rolstoeltje. Mooi. Ja, dat is sowieso was een dat heel goed karakter uit het eerste deel. Ja, dat goeie backstory. Ja, goede backstory inderdaad. De overreden en uiteindelijk ook herreizen, denk ik. Herreizen. Maar goed. Dus het is gewoon echt weer heel leuk. Een paar uurtjes kunnen we weer helemaal los. En als je geen vrienden hebt, is het nu ook online mogelijk. Ja, dat was eigenlijk een beetje mijn grootste nadeel van Overcooked 1. Ik snapte waarom ze dat eruit lieten, want dat was natuurlijk gewoon een kwestie van, ja, we willen dat je dit op de bank speelt. Want ja, granted, dat is ook veel leuker. Maar kom op, soms ben je gewoon alleen thuis en wil je nog steeds ook games als Overcooked spelen. Dus wel fijn dat ze daar nu daadwerkelijk ook gewoon online wat gameplay bij hebben gegooid. Ja. Nog steeds is het dus echt geen leuk vertoeven in je eentje, toch? In je eentje is het echt niet leuk. Je moet het gewoon echt spelen met meerdere mensen. Het liefst ook gewoon local, want dan blijft het leuk. Ja. Met z'n allen op de bank, biertje erbij, een beetje lopen alhoeren. Boos worden op elkaar. Ja, misschien dat je vriendschap na die avond voorbij is. Dan sluit ik ook niet uit. Niemand, geen van beide partijen verdiende die vriendschap als hij kapot gaat tijdens Overcooked. Ja, nee. Het is gewoon een soort van relatietest. Inderdaad. Ja. En mijn vriendin en ik zijn nog steeds bij elkaar. Dus dat is goed. Als je Overcooked kan overleven, dan kun je een heleboel. Dan kun je gewoon trouwen en dan is het klaar. Ja, dat is klaar. Dan is het gewoon meant to be. Ja. Maar de online dingen, het werkt wel. Het is leuk. Als je in je eentje bent en je wil een potje spelen, kan je dat doen. Het setje is wel echt bijna verplicht. Ik bedoel, het is niet nodig om het te spelen. Ik bedoel, ze verplichten het zelf niet. Maar voor de communicatie moet je wel een headsetje hebben. Dat is, je wil ook naar elkaar schelden. En daar zijn ook services als PlayStation Network en Xbox Live voor uitgevonden. Die drijven op je moedergrappen en dergelijke. Exact. Dus dat moet er ook gewoon wel in blijven. Nee, dat is wel een mooie. Maar Overcooked 2, welke platformen is hij verschenen en hoe duur is hij nou? Want het is natuurlijk wel een beetje een indie game nog steeds. Ja, hij is nog steeds een indie game. Hij is, ik heb hem zelf voor PlayStation 4. Hij is ook op de Xbox One en op de Switch en op PC. Ja, Steam. Volgens mij zat die ergens tussen de 20 en de 25 euro. Wat een schappelijke prijs is. Wat dan een schappelijke prijs is, want er zit ook nog een arcade mode bij. Dat is op zich niet heel erg bijzonder, maar je kan de levels dan overnieuw spelen in een willekeurige volgorde en high scores neerzetten en zo. Mooi, er zit wel iets meer van een Replayability. Precies, bij de andere was het eigenlijk alleen een verhaal. En dan was het ook er zat ook geen online co-op bij. Dus het is wat uitgebreider. Het is wel vooral meer van hetzelfde, maar het is nog steeds ontzettend leuk. En voor mij blijft het altijd een van de leukste indies die de laatste tijd is gemaakt. En deel 2 is gewoon weer een hele leuke game. Mooi, daar heb je het. Overcooked 2, een goed gerecht. Een goede formule. Een fijne mix. Gaan er nog een paar punts komen? Ik vond dit al een soort van low-key punts. Maar als je meer punts wil, dan moet je vooral volgens mij onze reviews gaan lezen. Want daar vinden er een heleboel meer in. In ieder geval, die van mij was echt een soort van was mijn artistieke masterpiece als het aankomt op slechte woordgrappen. Anyway, ga die reviews lezen. Die kun je natuurlijk zien op gamersnet.nl. Maar dat was voor de video review van Overcooked 2. Vertel ons wat je ervan vindt. Als je nog vragen hebt, sure, drop ze hieronder. Dan reageer er gewoon lekker op. Dat is altijd leuk. En natuurlijk voor alles over alle games kun je naar gamersnet.nl. Nieuws, previews, reviews, we hebben allerlei dingen. Indie-games, grote games, tech, hardware. Ik denk dat ik alles wel eens een beetje heb. Ja, ik denk het ook. Thanks, Amadou. Thanks, Tom. Hey.